zetten. Het is geen heilig huis hier, hè? Dus er wordt een blikje bier. Maar we hebben het gehoord van hard rijden met de auto's, scheuren en drugsgebruik. Ja, daar hoor ik wel wat over, zeg maar. Dat is natuurlijk niet echt... Zolang als dat geen echte overlast is. Nee, maar wat we dus erg vonden, dat hier, het hele verand... Hier vol met spijkerslag, hè? Oh, dat wist ik niet, maar dat is niet zo en dat er dus hier bierflesjes in het water worden kapot gegooid. Kijk, en dat vind ik... Ja, dat is dan niet heel fijn. Nee. Vergrof en misdadig. Ja. Ja? Ja. He, ik bedoel, ik ben vroeger ook geen heilige geweest. En, ik kwam ook wel eens thuis dat we nou hier zitten en was hij ook hier een pak op die donder. Zijn dat andere groepjes? Zijn dat verschillende groepjes? Ja, wij zijn meestal gewoon deze groep of een paar erbij, maar ja. Verder niet. Nee. Gewoon, jullie komen hier gewoon even kletsen, een beetje doen. Ja. Wat vinden jullie ervan dat er op dit moment heel veel publiciteit is over overlast en dat soort zaken? Want er wordt vaak gekeken naar jongeren met auto's. Voelen jullie je daardoor aangesproken of zeg je wij doen gewoon een dingetje hier? Ja? Nou, niet, nee. Nou ja. Nee. Maar kun je je voorstellen waar die klachten vandaan komen? Ja. Denk je dat er wel groepen zijn die wel overlast veroorzaken? Die zijn er wel, ja. Ja. Jullie weten ook wel wie dat zijn. Ja. Ja. Als je regelmatig iets daar, dan zie je dat ook. Ja. Wat is jullie idee? Wat kan eraan gedaan worden? Kan er iets aan gedaan worden, denk je? Ja, dan moet een andere plek ergens komen waar ze kunnen zijn. Maar. Ja, wat ja. Want gaat het met name om de plek? Jullie wel gaan of jullie nou, of zij? Ik denk dat ze liever hebben dat wij hier staan, als dat wij in Moomijk en zo gaan staan. Ja, het is gewoon het is de plek iedereen, die eigenlijk de aantrekkingskracht heeft. Ja, en als iedereen zich gewoon gedraagt hier, dan heeft niemand er last van. Nee. En dan stel je voor hè, dat je een plek hebt op het industrieplein voor de asfalt mee klaar. Ja, als we bijvoorbeeld, gewoon rustig kunnen staan, dan is het, ja precies, ja. Dan kun je ons overal niet zo. Ja.